Nieuwe Oogst TV wordt mede mogelijk gemaakt door de VDB Megapool in Stroe. Alle nationale topcompetities van de tractoren en trucks zijn aanwezig. En LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector. Dit is Nieuwe Oogst TV. Met vandaag... Maart met 1,2 miljard kilo topmaand voor melkaanvoer. Boer niet alleen verantwoordelijk voor vuil water. En gele variant voor Tasty Tomtomaat. Met ruim 1,2 miljard kilo melk is de melkaanvoer in de maand maart het hoogst in het afgelopen melkjaar. Dat blijkt uit cijfers van de RVO. Vorig jaar maart, toen het melkquotum nog niet was afgeschaft, werd ruim 1 miljard kilo melk opgehaald. Sinds 1 april 2015 is het melkquotum afgeschaft. Volgens voorzitter Jan-Kees Vogelaar en secretaris Lubbert van Dellen van het Mestdagfonds is de landbouw niet alleen verantwoordelijk voor de concentraties aan stikstof en fosfaat in het water, maar wordt de sector daar wel op afgerekend. Dat melden ze namens Stichting Mestdag Zuivelfonds dinsdagmiddag bij het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamerleden. Ook overhandigden Vogelaar en Van Dellen een rapport waterkwaliteit en veehouderij van onderzoeksjournalist Geesje Rotgus van VeeFocus. Naast de landbouw zijn ook rioloverstorten, watervogels en natuurlijke kwel oorzaak van het probleem. Nou, bij het nemen van beleidsmaatregelen doet het ministerie zich vooral focussen op de landbouw en blijven die andere drie bronnen buiten beeld. En het is niet alleen landbouw die kan komen tot de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Maar er zal ook vooral gekeken moeten worden naar die drie andere bronnen. Dat men daar één duidelijk gaat meten van hoeveel bedragen die bij aan de fosfaat- en stikstofbelasting van het oppervlaktewater. En twee, hoe kunnen we die bijdrage in dit land gaan verminderen. Ruim 20 jaar na de introductie van de rode Tasty Tom tomaat komt de telersvereniging met een nieuwe smaaktomaat, de Tasty Tom Gold. Deze gele tomaat voldoet aan de smaakeisen van de telersvereniging. Tasty Tom Gold wordt nu nog op een beperkt areaal geteeld bij Ton Jansen in Venlo. Dit is de Tasty Tom Gold. Is helemaal nieuw is die. Dus we zijn al 2 jaar op zoek naar een variant op de Tasty Tom. Deze hebben we eindelijk gevonden. Twee jaar geleden hebben we hem gevonden. Dus vorig jaar als het proefje hadden we 100 planten ervan staan. Dus nu hebben we 40 rijen ervan staan. En hij smaakt precies hetzelfde als de Tasty Tom. Zelfde suikerwaarde, zelfde smaak. Alleen hij is geel. De provincie Limburg wil dat elk agrarisch bedrijf in 2025 een lust is voor de omgeving. De nieuwe varkensstal van Hoebestein Groep in IJsselstein lijkt daar al aan te voldoen. De stal werd dinsdagmiddag officieel geopend. Als je hier rondkijkt, dan zie je extra elementen die wij toegevoegd hebben. Want toen wij met die zichtstal bezig waren, realiseerden wij ons dat hier best wel mensen over het erf gaan komen. En dan moet het erf ook mooi zijn, want anders is het geen visitekaartje. Dus we hebben met Vivare Pro uit Vierlingsbeek, zijn we aan tafel gaan zitten, een beetje out of the box zijn gaan denken en gaan doen. En dan hebben we dit allemaal gerealiseerd. Dus nestkasten voor vogels, insectenhotels, watervogels. En zo proberen wij ook een stukje natuur naar de stal te halen, waardoor het buitenkant veel mooier wordt. KWS verkoopt de conventionele pootgoedactiviteiten die vallen onder het bedrijfsonderdeel KWS Potato aan Sted Holland. De overeenkomst daarvoor is maandag ondertekend en naar verwachting wordt de transactie komende zomer afgerond. De verkoop betreft de rassen en het kweekmateriaal voor frieters, chips, tafel en exportmarkten. KWS Potato gaat zich in de nieuwe situatie volledig richten op het ontwikkelen van hybride aardappelrassen. Tot slot het weerbericht van agroweeradvies.nl. Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws, check www.nieuweoogst.nu.
of volg ons op Facebook, Twitter of YouTube. Nieuwe Oogst TV werd mede mogelijk gemaakt door de VDB Megapool in Stroe. Alle nationale topcompetities van de tractoren en trucks zijn aanwezig. En LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector.